First, checking your birthday. 2012-94. Yes. Ja. Dan ga ik nu jouw bloeddruk meten. Daarvoor mag je je arm zo ontspannen op de tafel laten liggen. En met de bloeddruk kunnen we dus meten eigenlijk hoe hard jouw hart werkt. Okay. Ja. Deze mag je in je mond doen, neusklemmetje op. Gaan we eerst 3 keer rustig in en uit ademen. Daarna voor de meting heel diep in, heel krachtig uit, helemaal leeg en nog een keertje heel diep in. Okay. Dat doen we in totaal 3 keer en dan tussen de metingen 3 keer rustig in en uit. Oké, okay, komt hij weer aan, heel diep in en uit. Door. En heel diep in. I could speak Dutch, but most of the time we speak English. Okay. Yeah, with my daughter we speak. With my daughter we speak Dutch. Okay, oh, je hebt een dochtertje. Ja, 3,5. 3,5? Yeah. Gaat het goed? Ja, goed. Ja. Yeah. Maar zij kan dan denk ik ook wel Engels. Ja, yeah, beide. Ja, yeah, yeah. Is goed. Ja. Yeah. Hey. 7. Zeven. Yeah. Sugar after this. Je mag de arm goed gestrekt houden. Je hoeft geen vuist te maken. Dan ga ik bij jou een aantal buisjes bloed afnemen. Dan ben je weer helemaal fit. Bijna. Ja. Yeah. Okay. Ik denk volgende week gaan we 100% in de training. Oh, net op tijd. Ja. Voor alle wedstrijden. Voor de trainingscampus. Ja. Ja, goed op tijd. Ja. We gaan een test doen om jouw denksnelheid te meten. Kijken hoe snel en hoe accuraat je kan reageren. Mm-hmm. Ik vul even je gegevens in. Je bent nog steeds rechtsbenig, hè? Ja. We gaan 4 games spelen. De eerste is om je geheugen te testen. De tweede is anticipatie. En de laatste 2 zijn voornamelijk op reactiesnelheid. Dus bij de laatste 2 moet je zo snel mogelijk zijn. Bij de eerste 2 gaat het niet om snelheid. En moet je vooral zo secuur mogelijk reageren. Ja, hey. Ik mag voor jullie. Ik mag wel jullie even komen halen. Heb ik het eerste station voor je? Succes, hè. Wat zeg je? Het eerste station voor je? Ja, eerste stationnetje, ja. Hey, seizoen net begonnen, ben je helemaal fit? Ja. Geen pijntjes, blessures? De normale pijntjes. Normale pijntjes. Is dat bij jou op één plek of niet? Of is nee, niet, ja, enkels. Enkels okay. En knie. Ja. Dat is goed. Oké. Okay. Heb je door de zomer fit gehouden met een trainer of iets? Of wat? Zelf getraind? Ja, wel een schermetje ook niet getraind. Ja, precies. En dan de vakantie gewoon gelopen. Ja, ja, dus. Mag ik even je shirt uitdoen en je schoenen en je sokken. Nou, begin ik luisteren naar je longen en dan mag je een paar keer diep zuchten. Zeg even. Nou ja, goed, dus normale harttonen en geen geruizen, wat dus ja, voor een lekkende klep of een vernauwde klep daarbij zou kunnen passen, zeg maar. Dus dat hoort niet. Even aan je enkels naar de bloedvaten voelen, of die zeg maar voel pulseren. Dus voel ik hier, voel ik die. En daar ook. Ja, goed, dan gaan we door naar het bewegingsapparaat. Mag je komen staan? We beginnen met de rug. Ja, helemaal goed. Oké, okay, zijwaarts naar rechts. Ja, kijk, ik al waar je rug zeg maar een beetje knikt, dus kom maar naar de andere kant. Ja, precies. Hè. Je ziet die wervels hier zeg maar, die maken zeg maar zo een bocht aan beide kanten. Je kan zien hoe dat dus naar links gaat, hoe dat naar rechts, of dat een beetje symmetrisch gebeurt zeg maar. Ja, een beetje soepel of niet? Ja, best een beetje soepel. Het is alweer ja, profvoetbal, dat is best netjes hoor. Oké, okay, heel goed. Mag je er komen liggen zoals net? En als je nu je knie buigt, buig je hier. Hier kom ik dan nog iets doorheen, dus daarom is het heel belangrijk voor jou dat je dus die kuitspieren altijd los hebt. Ja. Want dan, die heb je dus nodig in de afzet als je gaat sprinten.
Oké, okay, mag u naar de centrale ruimte. En dan wens ik je gewoon een goed seizoen. Ja, dankjewel. Oké, okay. Oké, hey, okay, hey, yo. Ja, nou, welkom. Sinds een paar jaar meet PSV aan het begin van het seizoen wat we dan noemen cognitieve vaardigheden. En het heeft te maken met het feit dat als jij een hersenschudding zou oplopen gedurende het seizoen, dan worden de verschillen, want dan kom je bij mij terug, dan worden de verschillen die je dan meet, die bepalen of je terug aan de training mag en terug het veld in mag. Dus voor nu gewoon je best doen, meer is het niet. Ik kan nu aangeven of dit woord erbij zat. We take a seat on the green chair. Yeah. What's that over here? Can you tell which side is open? Yeah, the right side. Mm-hmm. Down. Mm-hmm. That side. EDN. Yes, and if you look at with your left eye. Which one? The and the bottom line, if you're able. Okay, so we go back over here. If you now look at this one, can you tell which side is open? Didn't it become dull? No. You had two times more? Nope. And the last time. Are you able to see the second one? Mm-hmm. Still able to see it? Mm-hmm. Still able to see. Mm-hmm. Okay, we do this for your left eye as well. Number 6. Number 5. Number 16. Okay, you may cover up your other eye. You may look down. Okay, I'll make it even brighter. I'm going to check the retina as well. Everything is looking well. Thank you. So you're done with me? Thank you. Graag gedaan. Good luck with the other test. Thank you. Have a nice day. Goedemiddag. Hoi. Goedemiddag. Hallo. Even de gegevens erbij halen. Wat is jouw geboortedatum? 5 maart 1999. Weet je zoveel lengte? 1,85. Zometeen ga ik met een microfoontje met Shell ga ik beelden opnemen van het hart. Nou, dat merk ik absoluut niet, daar is er heel veel van. Met Shell erop. Een beetje terugkanteld. Ja, een beetje koud in het begin. Dat is de Shell die erop zit. Ga ik eerst weer van hieruit de opnames maken. Zometeen vanaf de zijkant. Begint komen er wat geluiden weer in. Ik ga ook af en toe vragen om de adem even stil te houden. Maar meer dan dit merk je er in principe niet van. Ga je meer sporten of alleen met voetballen? Ja, ik vond basketbal ook wel een beetje. Ja? Ja. Oké. Okay.